Jaarsma, coach van Curaçao Neptunus Honkbal. Dat was een appeltje eitje. Nou, we slaan op dit moment heel goed al vanaf het begin van de competitie. Dus de uitslagen worden dan wat groter. En dan is het zoeken naar momenten om je pitching te gebruiken. We hebben toch een hoop jonge jongens ook die doorstromen naar boven. Willen ze allemaal gebruiken. Dus ik ben blij dat het 9-0 gebleven is. Dat we de volle 9 innings konden spelen. En als het 10-0 wordt, ja, dan is het afgelopen. En dan speel je er maar 8. Dus elke inning die we meer kunnen maken om de pitching te laten gooien. Dat is bovenop de uitslag is dat gunstig. Hou je daar dan ook echt bewust rekening mee? Ja, absoluut. Absoluut. We willen iedereen klaarstomen voor de Europa Cup. Daar hebben we nog 4 weken voor. Als je dan nu bij wijze van spreken steeds 7 innings wint, dan kom je toch die laatste 2 inningen, die hoef je niet te spelen. En dan kan je uiteindelijk problemen krijgen met dat de pitchers niet genoeg gooien. Dus dat houden we zeker rekening mee. Je begint ook goed, gelijk een home run. Lekker begin. Ja, van Benjamin Dillon nog wel. Die slaat er niet zo heel veel per jaar. Maar hij zat er goed op. En als je de slaggemiddelde ziet, die hele slagploeg die staat op dit moment heel goed te slaan. En laten we hopen dat we dat doortrekken tot die Europa Cup. Dat we niet te vroeg pieken, want dat is niet de bedoeling. 8 keer op rij winnen, hoe bijzonder is dat? Het record is volgens mij ergens in de 20. Dus daar zijn we nog ver vanaf. Maar wat ik zeg, het doel is om natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden te winnen, maar wel met de achterliggende gedachte dat we ook af en toe eens wat risico's nemen, wat jonge jongens gebruiken en dat die kunnen wennen aan het niveau. Daar hebben we dit jaar ook voor ingezet, dat we niet alleen voor de hoofdprijzen gaan, maar dat we ook proberen om zoetjes ervan aan zo een beetje te gaan verjongen. Ja, en die jonge jongens die krijgen hun kansen en die pakken ze. Dus wat dat betreft draaien we gewoon op volle toeren op dit moment. Is dat je doel om die jongens dit jaar klaar te stomen? Ja, we hebben keuzes gemaakt om ze vanaf januari al met ons mee te laten trainen. De oefencampagne hebben een aantal jongens wat speeltijd gekregen. En ja, er komen altijd de talenten die er echt al klaar voor zijn, die komen bovendrijven. En dan ben je gek als je de deur niet vol openzet voor ze. Voor de rest, wanneer ben je tevreden als je terugkijkt op dit seizoen? Nou, uiteraard als we net zo'n seizoen als vorig jaar hebben, dat je gewoon alle prijzen pakt. Maar we gaan niet te ver vooruit lopen. Eerst de Europa Cup. En de wijze zoals we nu spelen geeft dat een hoopvol gevoel. Het wordt een zwaar toernooi. We spelen natuurlijk thuis, maar het is een zware groep waar we ook in zitten. Dus ja, we zijn daar volle bak mee bezig om daar naartoe te werken. En dat je dan vandaag met 8-0 wint of 9-0 of maar met 2-1, dat maakt niet uit. Maar we moeten gewoon goed gevoel blijven houden. Dus een win is een win. Ja, wat zijn je verwachtingen richting die Europa League? Nou ja, wat ik zeg, we zitten in de zware pool ingedeeld. Dus 2 Italianen en we hebben in de oefencampagne hebben we Brno uit Tsjechië gezien toen we daar op trainingskamp waren. Dat is ook een hele goede ploeg. Ja, dat wordt weer een puzzel om te kijken wedstrijd voor wedstrijd. En wie we kunnen gebruiken en wie we op dat moment een keer moeten sparen om de volgende dag nog te kunnen gebruiken. Dus dat wordt een grote uitdaging. Heel veel succes met puzzelen.